En we staan hier bij Jaap en Rob. En Jaap en Rob zijn allebei brugwachters van de gemeente Schiedam. En die Koemaartbrug is een beetje van jullie, hè Jaap? Ja, die is al haast 33 jaar van mij. Tenminste van ons. En hij is gelukkig de laatste jaren is die vernield. En we hopen dat we er veel plezier van hebben. Hoe is het gegaan met het opstarten? Het opstarten, nou, in het begin was het heel hectisch. Dat is bij iedere burger bekend. We hebben met een hele slechte oude Koemaart moeten werken. Wij loven toch dat er centen vrijgemaakt zijn en intensief genomen is voor een nieuwe Koemaartbrug. Nou, we vinden het knap staaltje werk dat de Koemaartbrug in zo'n korte bestek, zo'n stukje constructie gebouwd is. Dan gaan we met plezier weer de Koemaartbrug fijn openen. Jaap, wat had je dan voor problemen met de oude brug openen? Hoe was dat lastig, krakkemikkig, wilden het niet? Nou, we hebben dus heel erg veel storingen gehad. En de laatste paar jaar ging het weer vrij goed. Maar alles was oud, kapot en versleten. Het wegdek moest steeds gerepareerd worden. En, ja, dus het was niet plezierig werken voor ons. Maar ja, dus voor jullie toch niet zo moeilijk, een brug openen. Ik bedoel, er was wel veel aan de hand met het wegdek. Maar was dat ook met het openen, met de elektronica, was dat lastig? Ik bedoel, kreeg je de bomen soms niet dicht of dat soort zaken? Mechanisch was die brug ook in een slechte staat van dienst. Met hand- en spandiensten moesten we hem toch draaiende zien te krijgen. En dat was een hoop kunstwerk. Maar ja, we zijn toch dat betreft geroutineerd erin. Soms doe je wel eens handelingen wat feitelijk niet mag, maar je wil hem toch dicht krijgen. Want meestal als de brug open stond, stond hij in een storing. Nou, om de mensen toch tevreden te stellen om zo snel mogelijk dat die brug weer dicht ging. En dat het verkeerwiel kon rijden, ja, deed je wel eens hand- en spandiensten, wat niet helemaal door de beugel was. Van alle feestelijkheden die we vandaag in Schiedam hebben, is deze opening voor mezelf, maar ik weet ook voor een heleboel aanwezigen hier, het absolute hoogtepunt. Dat geldt niet voor het merendeel van de Schiedammers, gelukkig, een brug openen. Dat laatste vermeld ik met nadruk. Want van degene aan wie ik vertelde wat ik vanmorgen hier ging doen, kreeg ik eigenlijk een heleboel verbaasde reacties. Het is in brede kring absoluut niet duidelijk doorgedrongen hoeveel, gigantisch veel werk hier de afgelopen maanden verzet is op dit stukje Schiedam. En het was eigenlijk ook precies onze bedoeling. Maar of het zou lukken om zo'n hoogstandje te volbrengen, daarover bestond vooraf, en dan mag ik op zijn zachtst gezegd uitspreken, de nodige twijfel. Ga er maar eens aan staan, het compleet vervangen. De brug die de verbindende schakel vormt tussen de belangrijkste verkeersaders van de stad en daardoor bijna van levensbelang is voor de middenstand in onze binnenstad. En die heeft het toch al niet makkelijk. Het was echt een probleem. Want we konden het niet verkopen om die brug maanden te stremmen voor het landverkeer. Ik moet even opletten, stremmen voor het landverkeer. En als net aangetreden wethouder werd ik eigenlijk meteen geconfronteerd met het probleem dat dat karwei en noodzakelijk was. Want jarenlang al had oplapwerk uitstel van executie slechts kunnen opleveren. En nu dreigde de instorting van onze mooie brug. En maanden zou dat werk gaan duren. Ik heb hem, moet ik eerlijk zeggen, wel even achter de oren moeten krabben. Ik wist eigenlijk meteen dat een zo lange afsluiting van juist deze brug, dat ik dat ondernemend Schiedam niet kon aandoen. Maar ook kreeg ik gelijk mee dat de bodem van de gemeentelijke schatkist al lang in zicht gekomen was en dat er maar weinig financiën waren om alternatieven te ontwikkelen. En dan mede dankzij de inzet en de inventiviteit van alle betrokken partijen is het toch nog gelukt om een oplossing zowel in materiële als in financiële zin te vinden. Dankzij de aanleg van noodbruggen en eigenlijk een nieuw systeem voor Schiedam. 1 voor de voetgangers, een stukje verderop, en fietsers en 1 voor de automobilisten. Heeft het verkeer bijna gedurende het hele werk normale doorgang kunnen vinden. En dat vind ik persoonlijk, voor zowel de aannemer als de ONS, alle betrokken partijen, vind ik toch wel een huzarenstukje. En ik weet zeker dat heel veel Schiedammers dat op waarde hebben weten te schatten. Ja, en als je dan kijkt
dat Schiedam hier toch een stukje bruggenbouw laat zien. Wat zijn weerga niet kent. Als je dan ook kijkt hoeveel problemen er met het restaureren en bouwen van bruggen ondervonden worden. Als ik even kijk naar Rotterdam, waar ik enige ervaringen afgelopen jaar heb opgedaan met het bouwen van bruggen. Althans de Nautische kant ervan. Dan zie je dat een Pieter de Hoogbrug 9 maanden uit het schema gelopen is. Je ziet de ellende van de Prinses Irenebrug bij Hilversberg, die nog steeds niet opgelost is. En nog een stapje terug, de ellende in het begin met de grote Erasmusbrug. Die trilde, waarvan de lagers vervangen moesten worden. Nou, dan zeg ik, hier is toch een mooi stukje werk gezet. Want eigenlijk is het gladjes verlopen, zijn nauwelijks echte problemen geweest. Althans, die zijn er wel geweest, die heb ik niet gezien. Die zijn netjes daar gebleven waar ze hoorden. Op de volgende 3 bruggen volgend jaar, hè? Als het net zo goed gaat. Ja, als jij het goed weet. We staan hier bij Martijn en je bent van het bedrijf Hillebrand. Dat zit in Middelburg en dat is eigenlijk het bedrijf wat de brug gemaakt heeft. Hè? Klopt dat, Martijn? Dat klopt. Hillebrand Constructie uit Middelburg heeft deze brug verwijderd en nieuw gemaakt. Met als grote uitdaging het hergebruik van de oude rolkwadranten. Dat maakt het voor ons erg ingewikkeld om dit werk uit te voeren. Wij maken heel veel andere bruggen, maar daardoor sprong deze er wel behoorlijk uit. En daarbij zijn afmeting, hij is in zijn geheel hier naartoe gebracht. En dat was het uitdagende in dit werk. Dat is allemaal passen en meten, hè? Dat klopt. Je ziet hoe groot de brug is, dat zie je pas als die eruit is. Nu lijkt het een kleine brug, het is toch stiekem een hele grote brug. De aanvoer was moeilijk, heel veel moeten meten. We hebben ook kunnen zien dat hij in de sluis aan allebei de kanten maar 10 centimeter over had. Dat was een prachtig zicht. Hebben jullie nog meer bijzondere bruggen gemaakt binnen Nederland? Binnen Nederland, wij werken door heel Nederland. We pas een hele grote bijzondere brug met grote bogen gemaakt in Zaanstad. Dat is dan geen beweegbare. Het uitdagende zit in de beweging. Vaste bruggen die zijn wat handiger om te bouwen. En wij doen heel aparte dingen, architectonisch verantwoord. Dit is een puur functionele brug. Maar wat we vaak doen is ook architecten ontwerpen, uitwerken tot een deugdelijk geheel. Dus jullie zijn niet alleen maar met staal bezig, ook met hout en stenen en zo? Ons eigen werk is puur staal. Wat mijn werk is ook het coördineren van het hout daar rondomheen, het beton daar rondomheen en elektriciteit. Dat was anders dan bij dit project, daar hadden we 3 aparte aanspreekpunten. Maar normaal ben ik aanspreekpunt voor alles, of is Hillebrand aanspreekpunt voor alles. Nou heb ik net in het motorhuis gezien dat daar een kast staat vol elektronica. En dan denk je, nou, is dat nou niet een beetje te veel om alleen maar een brug op en neer te krijgen? Dat lijkt heel wat, het is ook heel wat, maar met de huidige drukte en al het verkeer wat over zo'n brug heen gaat, moet alles veilig zijn. Bepaalde activiteiten kunnen niet gebeuren zonder dat de afsluitbomen naar beneden zijn bijvoorbeeld. Dat moet allemaal gedetecteerd worden, dus elk schakelaartje, elke sensor heeft een kabel of meerdere. En die moeten met elkaar kunnen praten, daardoor in die kasten zit een heel besturingssysteem. En dat lijkt heel veel, maar het is puur noodzakelijk. Nou, het ziet er van binnen ook prachtig afgewerkt uit, mooi betegeld, de taalverlichting erin. Dat is echt anders geweest hoor. Dat klopt, ik weet niet of u er geweest bent toen het de eerste keer was. Dat was heel donker, heel grauw, heel vies, heel vochtig. En elektronica kan slecht tegen vocht. En als mensen service moeten verlenen in zo'n kast of de brug moeten bedienen eventueel vanuit die kast, moet dat er gewoon netjes uitzien. Martijn, petje af voor jullie brug. Bedankt. De brug op de Schravendamse weg, nou dat ziet er ook niet uit hoor, die brug. Je bedoelt de Brouwweg. Ja. Gaat daar wat mee gebeuren nog? Ik hoop het wel. We hebben een nette brief met boze teksten erin naar de directie. Eventueel, als ze geen rugbaarheid aan krijgen, gaat het ook naar het college en alle raadsleden. Want die brug is bagger. Hij is 15 jaar oud en als je hem ziet hoe die gaat, dan is het gewoon treurig. Om te huilen wat wij voor materiaal moeten draaien. Ja, de wethouder heeft er niet over gesproken, hè? Over deze brug waar Rob het over heeft. Nee, daar heeft hij het zeker niet over gehad. Maar ja, ik denk dat het toch een klein beetje naar achteren wordt geschoven. Is mijn idee dus. Nou, we gaan gewoon afwachten wat er gaat gebeuren. Heren, bedankt en zet hem op nog jarenlang met deze Koelmarktbrug.